Je ziet ze vast wel eens rondlopen. Compressiekousen. In allerlei kleuren, allerlei merken. En je hebt je vast wel eens afgevraagd wat hier het nut van is. En dat ga ik je vertellen. Hoi, ik ben Annabelle van Sportvoeten. Onze missie is jou klachtenvrij te laten bewegen en sporten. Hoi, welkom bij deze presentatie over compressiekousen. Ik heb al een keer live een webinar gegeven over dit onderwerp. En er was toch wat vraag naar om deze ook terug te kunnen horen en zien. Dus ik dacht, ik spreek hem gewoon even in. En wat we vandaag gaan bespreken is met name de praktische kant van hoe je compressiekousen in kunt zetten. Zodat jij daar beter van wordt. Ik zal als eerste eens even voorstellen. Ik ben Annabelle Pont en samen met mijn man Robert Verdonschot runnen wij een webshop speciaal voor sportende voeten. Wij geven daarin allerlei adviezen en ook uiteraard verkopen we kwalitatief hoogwaardige producten om jouw sportende voeten in beweging te houden. Ik ben sportbodentherapeut, ik heb een eigen praktijk en daarnaast heb ik ook nog voor farmaceutisch consulent geleerd. Dus met al deze kennis heb ik onze webshop kunnen vullen. Daarnaast ben ik ook tijdens mijn afstuderen voor sportbodentherapie heb ik als onderwerp gehad herstellen met compressiekousen. Dus vandaar dat ik ook nog extra interesse heb in het onderwerp. En ik neem je graag even hierin mee in dit onderwerp. En allereerst natuurlijk de vraag, wat zijn compressiekousen? Want er zijn heel veel kousen op de markt, maar niet iedere kous is ook echt een compressiekous. Je kunt het dan ook niet echt goed zien aan de buitenkant. Hè? Of als je iemand ziet rennen, dat je dan zeker weet, of die persoon trouwens ook zelf, zeker weet dat compressiekousen zijn. Een goede compressiekous zijn kousen die tot de knie lopen en ergonomisch gevormd zijn naar de kuit. Dus dat betekent dat in feite voor iedere kuit of iedere soort kuit een goede maat compressiekous moet zijn. Want er wordt lichte druk uitgeoefend op de kuit en het liefst ook natuurlijk van onder, dus ter hoogte van de enkel, naar boven toe, dat een afnemende druk heeft, waardoor ook het vocht naar boven kan gebracht kan worden. Je kent allemaal vast wel de kousen van oma, de echte steunkousen, die lelijke bruine kousen. Eigenlijk is een compressiekous daarop gebaseerd. Hè, dus ook bij steunkousen is het geval dat mensen vaak echt grote problemen hebben met de bloedvaten. Dat als ze die kousen niet gebruiken, dat ze hele volle voeten en enkels krijgen, omdat het vocht niet meer omhoog gestuwd kan worden. Ja, in feite moet je dat in een lichte mate ook zo zien met een compressiekous. Dat wil niet zeggen dat je echt grote problemen moet hebben om alleen maar compressiekousen te gebruiken. Dat bedoel ik niet. Maar dat je, ja, er kan ook gewoon een licht probleem zijn waardoor jij toch een compressiekous nodig hebt. Nou, hoe werken compressiekousen? Ik heb het natuurlijk al een beetje gezien of gezegd. Maar ik zal even wat dieper ingaan op de kous of op de werking zelf. Bij inspanning, dus op het moment dat je rent of ook wandelt, en schokbelasting, en dat is natuurlijk zeker met rennen zo, dat je echt iedere keer als je de voet neerzet, dan ontstaat er schokbelasting. En dan wordt spiercelweefsel als het ware afgebroken. En die spiercelresten, die binden zich aan water tussen de cellen. En, maar in feite kan die circulatie, die wordt daardoor beïnvloed, omdat die afvalstoffen niet weg kunnen. Die cellen, die zitten als het ware een soort vast. En dat verzorgt er ook voor dat de toevoer van voedingsstoffen en zuurstof ook wordt belemmerd. En dus dat betekent dat die afvalstoffen die blijven een beetje ronddwarrelen in je kuitmassa. Maar ze kunnen niet weg. En zeker als je sport of intensief sport, dan is dit proces nog meer aan de gang.
Meer dan wanneer je gewoon wandelt. Ja, en wat doet dan die compressiekous in dit verhaal? Nou ja, door de relatief hoge compressie, dus bij de enkels wat meer en bij de knieën wat minder, wordt het overtollige vocht met die afvalstoffen als het ware afgevoerd. Dus je moet zien dat de compressiekous jouw lichaam als het ware een beetje helpt hiermee. En daarnaast heeft het nog een andere werking. Het is ook heel fijn dat het... je moet het eigenlijk anders zien. De kuit is niet één spier. Er zitten heel veel verschillende spieren in de kuiten. Die allemaal als een soort bolletjes zijn. En op het moment dat jij gaat rennen, dan heb je niet alleen die schokbelasting naar beneden, maar heb je ook een zijwaartse schokbelasting. Doordat die klap komt, schudt eigenlijk als het ware die kuitspieren, die schudden heen en weer. En zeker als je een blessure hebt gehad in het verleden, bijvoorbeeld een Achillesbeesblessure of een andere kuitspier die vervelend is geweest, dan is die spier eigenlijk nog niet heel sterk. En die is gevoeliger voor die trekkracht die er ontstaat op het moment dat jij weer gaat rennen of andere sport. En het mooie is van zo'n compressiekous dat het eigenlijk de boel een beetje meer bij elkaar houdt. Dus zeker ook voor mensen die herstellende zijn van een blessure of terugkomen van een blessure, inmiddels al hersteld zijn en terugkomen van een blessure, is dat echt super handig om dit soort kousen te gebruiken. Om als het ware eigenlijk wat makkelijker weer belastbaar te zijn, doordat dat schudden wat minder ontstaat. Die compressie is overigens ook heel fijn om na activiteit te gebruiken, om daardoor eigenlijk sneller te kunnen herstellen, omdat die afvalstoffen dus sneller afgevoerd worden. Nou, speciaal voor de webinar die ik gegeven heb, ben ik op bezoek geweest bij Herzog Medical. En ik heb een filmpje gemaakt, of ik heb haar geïnterviewd en ik heb een filmpje gemaakt. Degene die aan het woord is Marcella Herzog. En zij is de dochter van de eigenaar, Harold Herzog. En ik heb haar het een en ander gevraagd, speciaal voor jullie. Mijn naam is Marcella Herzog. Ik werk binnen Herzog Medical, eigenlijk het familiebedrijf. Mijn vader heeft het bedrijf opgericht. Ik ben mede verantwoordelijk voor de marketing. Een compressiekous is een kous met een afnemend drukverloop. De meeste druk zit rondom het enkelgebied en dat neemt af richting boven. Dus veraf naar het hart, toe. Het stimuleert de bloedcirculatie. Dat is eigenlijk de voornaamste reden van wat onze compressiekousen doen. Het unieke kenmerk van onze Herzog compressiekousen ten opzichte van een gewone sportsok is dat de kuit heel compact houdt. De kuit is een relatief zware spier die heen en weer eigenlijk slingert bij elke landing die je maakt. Je hebt vast wel eens gehoord dat je bij elke landing die je maakt tijdens het hardlopen tot wel 3 keer je eigen lichaamsgewicht opvangt. En die kous zorgt ervoor dat die kuit heel compact wordt gehouden en dat die heen en weer slingerbeweging van die kuit eigenlijk niet of nauwelijks kan plaatsvinden. Dat wordt echt geminimaliseerd. Je kunt hertzogcompressiekousen voor een aantal doeleinden inzetten. Blessure preventief en om blessures tegen te gaan die al een beetje aanwezig zijn. Veel sporters hebben te maken met Achillesbeesklachten, scheenbeenklachten of kuitklachten. Dan zijn onze compressiekousen heel goed om in te zetten, omdat de kuit heel compact wordt gehouden. Dus er wordt gewoon minder getrokken aan een Achillesbees of aan het scheenbeenvlies. Daarnaast worden ze ook ingezet om het herstel te bevorderen. De bloedcirculatie is optimaal en afvalstoffen van het verbrandingsproces worden sneller afgevoerd. Herzogcompressiekousen worden naast het sporten ook ingezet voor andere doeleinden. Bijvoorbeeld tijdens lange reizen of tijdens staande beroepen worden ze veel ingezet. Herzog Medical is ontstaan vanuit het idee van mijn vader. Hij was een fanatieke hardloper, atleet, topsporter en kampte zelf heel veel met kuitklachten. Hij kwam in aanraking met diverse fysiotherapeuten, waarvan één fysiotherapeut zijn kuiten inzwachtelde.
En daaruit merkte hij, dit werkt. Vanuit dat idee is hij eigenlijk compressiekousen gaan ontwikkelen. Herzog compressiekousen zijn uniek ten opzichte van andere compressiekousen. Omdat ze een medisch hulpmiddel zijn. Ze komen vanuit de medische wereld. Een relatief hoge druk. En daarnaast werken wij met een heel speciaal opmeetsysteem. De kuit of het been wordt op 6 punten opgemeten. En die 6 punten zijn leidend voor in welke confectiemaat je valt. Daarnaast is er vorig jaar een mooi wetenschappelijk onderzoek uitgekomen, is gepubliceerd. Dat is uitgevoerd onder leiding van hoogleraar professor Frank Baks, in samenwerking met het UMCU. En daarin wordt eigenlijk heel duidelijk aangetoond wat het voordeel is van het dragen van onze compressiekousen tijdens en na het sporten. Ik denk dat het heel goed is om te realiseren dat Herzog compressiekousen echt een mooie aanvulling zijn. En niet een wondermiddel om blessures echt te laten verdwijnen. Maar het is een mooie aanvulling als je iets van klachten ervaart of ze preventief draagt. Daarnaast is het denk ik altijd heel belangrijk om informatie in te winnen bij een medisch onderlegd iemand, bij je eigen podotherapeut van sportvoeten te vragen en te kijken naar een oplossing als je klachten ervaart bij blessures. Nou, dit was Marcella. Zij heeft denk ik in een notendop even heel duidelijk uitgelegd wat hertsgecompressiekousen zijn. En ook hoe ze zich onderscheiden ten opzichte van andere compressiekousen. Dus dit wilde ik jullie even meegeven. Ja, en dan is natuurlijk ook nog de vraag, hoe zet je de compressiekousen in? Hè? Wat is precies de toepassing van de compressiekousen? Nou, ik heb net natuurlijk al het een en ander tussendoor verteld. Nou, hier heb ik dan nog even alles op een rijtje voor de toepassing van compressiekousen. Je kunt ze dus inzetten ter voorkoming van onderbeenblessures. Dus stel je voor, je start met hardlopen en je hebt bijvoorbeeld net een iets hoger BMI. Ja, dan is het soms wel fijn om toch wel de compressiekousen in te zetten. Of je hebt bijvoorbeeld in een lang verleden, of ver verleden, heb je ooit eens onderbeenblessures gehad. Dan is het ook misschien wel handig om dat te gebruiken. Maar ook als je dus herstellend bent van een blessure. En dan gaat het dus wel om dat je echt al bijna richting genezen verklaard bent. Dus niet als je midden in een herstelproces zit. Maar soms kan het echt wel handig zijn om dit wel in te gaan zetten op het moment dat je er bijna vanaf bent. Dan is die stap naar weer starten met bijvoorbeeld hardlopen is best een grote stap. Ook al bouw je dat netjes rustig op. En dan kan zo'n compressiekous echt heel fijn zijn om dan de eerste tijd daar mee te lopen. En misschien vind je het wel zo fijn dat je er mee blijft lopen. Maar ja, goed. In dit geval zou ik dat zeker even overleggen met jouw therapeut, hè, je podofysiotherapeut, om dat af te stemmen. Maar weet in ieder geval dat je dat daarvoor kunt gebruiken. Nou, verder, ik had het net al over, hè? Als je gaat starten met hardlopen, kan dat überhaupt, ook al heb je geen risicofactor, kan dat echt wel waardevol zijn om, vooral, je moet je wel realiseren dat als je gaat starten met hardlopen, dat het echt een behoorlijke impact heeft op je spieren en je gewrichten, en met name je onderbenen. Dus ja, voorkomen is daarin beter dan genezen. Maar ook als je iemand bent die vrij intensief sport, en dat hoeft niet per se hardlopen te zijn, maar dat kan ook fietsen zijn of wandelen of wat dan ook. Je kunt daar ook sneller van herstellen. Dus na een training is het fijn om na het douchen lekker even een uurtje of twee uurtjes de compressiekousen aan te hebben. Zodat je dus eigenlijk ook voor een sneller herstel zorgt. De compressiekousen kunnen ook voor reizen gebruikt worden. Hier hoef je niet per se de hertsgecompressiekousen voor te gebruiken. Je kunt ook iets minder, of tenminste kousen gebruiken die iets minder compressie geven. Wij hebben daar bijvoorbeeld de Sockwell compressiekousen voor in het assortiment. En die geven wel wat minder compressie. Daarbij wordt de kuit ook niet specifiek opgemeten. Dus per definitie geeft het al minder compressie. Maar bij reizen en bijvoorbeeld ook bij staand werk is dat toch wel iets minder relevant.
Omdat je dan gewoon ook minder compressie nodig hebt. Maar zowel bij reizen als bij staand werk, je bent dan wel langere tijd passief in dezelfde beweging of dezelfde stand. En dat kan ook ervoor zorgen, dan heb je ook nog met een stukje zwaartekracht te maken, dat alles gewoon wat meer, al het vocht wat meer naar beneden zakt. En dat kan heel prettig zijn om dat wat meer omhoog te houden. En wat levert het jou op? Is dat je eigenlijk gewoon minder vermoeide benen hebt. Dus sowieso bij het reizen, als je uit het vliegtuig stapt of uit een lange autorit stapt, dan zul je gewoon voelen dat je minder lamme benen hebt. En hetzelfde geldt ook voor staand werk. Ik denk dat dat best wel onderschat wordt in de algemene zin, hoe zwaar staand werk eigenlijk is. Veel mensen kunnen dan toch ook echt ook wel last hebben van zware benen. En mocht je een compressiekous gebruiken bij je staande werk, dan zul je echt merken dat je daar minder last van hebt. Verder kunnen compressiekousen, ja, en dan liever vooral de sokken, kunnen een positief effect hebben op de hielspoorklachten. Wij hebben daar zelf twee soorten kousen voor, sokken voor in het assortiment. Van Herzog zijn ook sportsokken. En van Sokwell hebben we ook sokken. En die heten dan speciaal hielsporen sokken. En die sokken die hebben een wat hogere compressie. Dus eigenlijk een beetje dezelfde compressie als de Herzog kousen. En die zijn met name gericht op de compressie in de voetholte van de voet. Waardoor de voet of de voetholte als het ware een klein beetje samentrekt. En je kent misschien vast wel de taping van hielsporklachten. Taping onder de voet. Nou, eigenlijk is dat een beetje eenzelfde soort effect. Ja, dus doordat de voet een beetje samengetrokken wordt, worden eigenlijk de spieren en de pezen onder de voet die worden wat ontlast. Ook daarvoor zijn compressie. Sokken in dit geval, maar in ieder geval de compressie in de sok, die kan daarvoor worden ingezet. En je hebt natuurlijk ook de gewone compressiekousen die dan voor het gewone sporten gebruikt worden. Die zijn ook prima om daarvoor te gebruiken, maar die zullen wel wat minder effectief zijn. Want het zijn juist de hielsportsokken of de sportsokken van Herzog, die echt in een soort banen onder de voet extra compressie hebben. Dus die sok is eigenlijk als het ware anders gemaakt. Nou, ik heb natuurlijk heel wat verteld over compressiekousen en over de verschillende maten en dergelijke. En dan kan ik me voorstellen dat je dan denkt, en nu? Want dan weet ik nog niet wat ik moet kiezen. Dat snap ik. Het is ook best wel een klus. We hebben geprobeerd het in de webshop zo duidelijk mogelijk op te schrijven. Sowieso bij de teksten, bij de verschillende producten. Maar ook bijvoorbeeld hebben we filter. Dan kun je een filter kiezen. Hè? Dus voor welke toepassing je het wil gebruiken enzovoort. Nou, dan komen er vanzelf kousen uit die. Of tenminste, er wordt dat vanzelf gefilterd welke kousen er wel niet geschikt zijn daarvoor. En ik denk dat je daar ook moet beginnen. Dat het belangrijk is dat je voor jezelf gaat bepalen van ja, waarvoor wil ik het eigenlijk inzetten. En zoals je net ook al hoorde, dat daar zitten wel wat verschillen in. Dus het is niet zo dat je altijd die kous voor alles kunt gebruiken. Dus daar zou ik als eerst even over nadenken van hè, waar wil je het voor gebruiken. Nou, stel je wilt het voor hardlopen gaan gebruiken. Dan kun je ook gelijk nog een extra vraag gaan beantwoorden. En dat is mijn tweede vraag. Van ja, wil je een kous met een sok? Of wil je liever je eigen sok gebruiken? Sommige mensen vinden dat fijn om hun eigen hardloopsok te gebruiken. Omdat die pasvorm hun prima bevalt enzovoort. Nou, dat daarin voorziet Herzog ook. Er bestaan namelijk ook tubes van Herzog compressiekousen. En dat zijn gewoon de compressiekousen, gewoon hetzelfde als met sok, maar dan zijn ze zonder sok. En wat is het voordeel aan? Ja, dat je dus je eigen kousen of je eigen sok kunt aantrekken. Maar soms is het ook zo dat mensen geen sok gebruiken bij een sport. Denk bijvoorbeeld aan schaatsen of triatleten, zeg maar iets. Dan kan het fijn zijn om alleen de tubes aan te trekken.
Enige wat je, waar je wel mee moet, of wat je je wel moet realiseren, als je het fijner vindt om de tubes te gebruiken, dat kan. En dat is natuurlijk helemaal prima. Maar deze tubes kun je wel alleen maar gebruiken tijdens activiteit. Dus als je het zou willen gebruiken voor het herstellen of in rust, dan is dat niet geschikt. Want je kunt je voorstellen dat als je stopt met bewegen, dat er dan op een gegeven moment een keer wat meer stuwing ontstaat ter hoogte van de enkel. Omdat simpelweg op die plek geen compressie is. Dus de tubes zijn dus alleen maar geschikt tijdens activiteit. Nou, verder kun je dus ook bepalen van nou, ik wil het gaan gebruiken om op te starten met hardlopen. Nou ja, als je dat laatste wil, dan ben je sowieso, of tenminste de tweede ook, dan zul je sowieso de Herzog-kousen daarvoor in aanmerking komen. En als je daarvoor gaat kiezen, dan moet je dus de kous echt, of je kuiten echt even opmeten. Net als wat Marcella ook zei in het filmpje. Nou, rechts in beeld zie je daar een foto van de opmetenpunten. Dus dat is in feite de lengte van de voet wordt gemeten. Nou ja, goed, het is gewoon je schoenmaat, zeg maar. En dan diagonaal bij je enkel. En het onderste punt van je onderbeen, dus net boven je enkelbobbel. En dan het dikste punt van je kuit. En het bovenste punt van je kuit. Er zit daar een bordje aan de zijkant, aan de buitenkant van je kuit. Nou, net daaronder moet je dan meten. En vanaf het bovenste punt tot aan de grond meet je ook nog de lengte van je kuit. Ja, dat hoef je nu niet allemaal te onthouden, want ook deze informatie staat bij ons uitgebreid vermeld bij de Herzog, of tenminste bij het product, zeg maar. Als je daar iets meer naar beneden scrolt, dan zie je een uitgebreide uitleg van hoe je je maat moet bepalen. Of tenminste de opmeetpunten. En dan zie je ook een tabel met alle getallen. En daar, als je dat volgt, dan zie je vanzelf welke maat jij uitkomt. En dus soms kan het zijn dat je net een beetje ergens tussen valt. Dat het net wel, net niet is. Als dat het geval is, dan is dat een beetje lastig. En het ligt een beetje aan welk getal het is. Of je dan nou net een maatje kleiner of een maatje groter moet hebben. En daar is niet een heel eenduidig antwoord op te geven. Maar daar zijn wij voor. Dus mocht je daar dus net zo'n twijfelgeval zijn daarin, of je twijfelt überhaupt of je het wel goed hebt gedaan, dan vinden wij het fijn als je even contact met ons opneemt. We sturen ons even een mailtje met je maten erbij. En ik denk graag even met je mee wat in jouw situatie het beste is. Dit is echt namelijk super belangrijk. Want als je niet de goede maat hebt, dan kun je ze net zo goed niet gebruiken. Daarom vinden wij het ook belangrijk dat wij hier veel aandacht aan schenken. Want het is wel de bedoeling dat je er ook iets aan hebt. En niet dat je een paar kousen voor Jan Doedel hebt gekocht. Dat is natuurlijk zonde. Ja, dus schroom niet om daar onze hulp bij te vragen. Nou, we hebben hier nog even een overzichtje gemaakt over wanneer je wat inzet. Hè, want daar hebben we het natuurlijk ook over gehad. Ik realiseer me dat dit nog niet op de website staat. Daar hadden we wel bedacht om dat te gaan doen, maar dat is er nog niet. Dus dat gaan we dan ook zo snel mogelijk doen. Zodat je het niet alleen zo kan zien, maar ook in de website nog even na kan lezen. Dus de verschillende toepassingen. Wij hebben gewoon even wat de meest voorkomende bedacht. En dan dus ook welke kous je kunt gebruiken. Het hardlopen. Denk ik dat je echt wel het beste uit bent met Herzog-kousen of de tubes. En je kunt ook eventueel de tube combineren met een Herzog-compressie sokken. Sommige mensen vinden dat ook fijn om dat te doen. Dat kan ook prima. Met fietsen kan het eigenlijk allebei. Dat is net wat je prettig vindt. Sommige mensen vinden het heel erg benauwend om dan een compressie of een stevige compressiekous aan te hebben. En sommigen vinden het juist heel fijn. Daar is geen eenduidend antwoord op te geven. Ja, voor wandelen adviseren wij sokpijlcompressiekousen. En met name omdat dat ruim voldoende compressie geeft. En de sok van de sokpijlkous heeft echt een perfecte aansluiting op de voet.
En Herzog heeft ook een goede aansluiting op de voet, maar net ietsje minder dan de Sokwell. Dus vandaar dat onze voorkeur zeker met wandelen echt uitgaat voor de Sokwell kousen. Nou, als je terugkomt van een blessure en dan ja, vooral eigenlijk een hardloopblessure, dan is een Herzog kous ook het eerste aan te raden. En ja, als je gaat als je het wil gaan gebruiken als herstel na inspanning, ja, dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Dan is het ook een beetje een stukje persoonlijke voorkeur. Geldt eigenlijk een beetje hetzelfde als met fietsen. Als je, of tenminste met wat ik net zei met fietsen. Sommige mensen vinden het fijn om echt een stevige aansluiting te voelen aan hun kuiten. En sommigen vinden dat juist niet fijn. Ligt er ook een beetje aan hoe lang je het wil dragen. Ja, als ik naar mezelf kijk, als ik die kousen een uur aan wil trekken na een lange fietsrit of iets dergelijks, dan vind ik de Herzog-kousen fijner. Maar ik kan ook bijvoorbeeld de Sokwell-kousen na een lange training gewoon nog een half dag aan hebben. Als ik nog boodschappen ga doen of ga koken of wat dan ook. Dan vind ik het lekkerder om niet een hele stevige compressie te hebben. Dus ja, dat ligt er maar net aan wat je zelf vindt. Dus dit was natuurlijk ook mijn mening. En misschien wil jij wel heel iets anders. Nou, ook prima natuurlijk. Nou, de hielsparklachten, daar heb ik het al over gehad. Beide sokken zijn dus prima. Dus de Sokwell hielsporsokken of de Herzog compressiesokken zijn echt ideaal daarvoor. Omdat er eigenlijk op een speciale manier dat garen is verwerkt. Zodat er extra compressie onder de voet is. Wat ontspanning aan de onderzijde van de voet geeft. Nou, en voor het werken, voor het staande werken vooral, zijn de compressiekousen van Sokwell het fijnste. En dat heeft ook te maken met dat het net ietsje minder compressie geeft. Dus niet meteen een heel strak gevoel geeft. En een hele goede aansluiting voor de tenen, voor het voetgedeelte. Dus ik denk dat je hier al aardig ver mee komt. Zo, ik heb je even meegenomen in de wereld van compressiekousen. Ik hoop van harte dat je er wat aan hebt gehad. En mocht je nog vragen hebben, je kunt ze hieronder kwijt. Of stuur ons even een mailtje. We helpen je graag, zowel met het maken van een keuze van welke compressiekous als het specifiek opmeten van de Herzog kousen. Wij realiseren ons dat natuurlijk via een webshop dat altijd wat minder makkelijk is. Maar ja, als we allebei een beetje ons best doen, dan komen we er vast. Ik wens je heel veel fijne sportieve kilometers toe en geniet ervan. Tot de volgende keer!